Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele leuke video. Volgens mij zeg ik dit echt iedere video die ik opneem. Maar ik vind dit echt een hele leuke video om te kijken bij anderen en ook om zelf op te nemen. Het is een tijdje geleden dat ik deze video heb opgenomen. Maar echt een van mijn favoriete video's. Dit is namelijk een Shein shoplog. Ik heb weer echt super veel dingen van Shein mogen ontvangen. Dit is een samenwerking met Shein. Ik heb alle items gekregen. Maar ik zal altijd bloedeerlijk zijn over de dingen die ik krijg en wat ik ervan vind en de kwaliteit en zo. Dus ook in deze video ga ik mijn eerlijke mening geven over alle items. Ik heb vooral echt heel erg veel bikinis uitgekozen. Ik had ook wat items uitgekozen voor Dagmar, Zoe en Keir. Die van Zoe zit hier nog wel tussen. Keir heeft die van haar wel meegenomen naar huis. Verder heb ik voornamelijk echt, dus zoals ik zei, heel veel bikinis uitgekozen. En een paar kleding items voor de zomer, voor op vakantie. Aan het eind van de video heb ik ook nog voor jullie een leuke kortingscode. Alle linkjes staan in de beschrijving en dan gaan we maar snel beginnen. Oké, ik heb opgeladen, maar blijkbaar niet goed. Dus ik film nu even met mijn oude camera. Ik hoop dat het verschil niet te groot is en dat jullie het niet heel erg vinden. Maar ik wil deze video gewoon heel graag verder filmen. Dus vandaar, ik ga even met deze camera verder. En de volgende bikini. Deze bikini. En dit is ook weer zo'n setje met zo'n rokje erbij. Dus heb ik ook weer in een maatje M. En, oh, het zit helemaal aan elkaar vastgeplakt. Eeuw. Dat is allereerst dit broekje. Ik weet niet, ik vind het printje wel echt heel erg leuk. Echt zo'n soort, weet toch wel, van die bandana's die dan helemaal in zijn en zo met van die rode printjes. Daar doet dit me een beetje aan denken. Ik vind het wel echt een heel erg leuk broekje. Deze ziet er best wel klein uit voor een M, maar ik denk dat ik hem wel moet passen gelukkig. En daarbij zit ook weer gewoon heel simpel een triangle top. En deze top vind ik ook echt heel erg leuk. Ook weer dat printje wat ik net zei, een beetje zo'n bandana printje. En daarbij hoort ook weer zo'n omslagdoek, zo'n sarong noem je dat volgens mij. Dat is deze ook weer in datzelfde printje als dat broekje. Ik vind het wel echt heel erg leuk om zo'n setje te hebben. En rood vind ik ook altijd echt heel erg mooi als je lekker bruin bent. Dus dat is dit setje in een maatje M. Dan het rode setje. En dit rokje is wel echt een stuk kleiner dan de andere rokjes die erbij zitten. Maar ook deze vind ik wel weer echt heel erg leuk. Topje vind ik ook weer mooi. Broekje zit ook mooi. Helemaal leuk de bikini. Rood vind ik ook echt leuk als je lekker bruin bent. Dan gaan we verder met een jurkje. En ik had dit jurkje bij iemand op Love Island gezien. Luna. Ik weet niet zeker of het dit jurkje was, maar hij leek er echt heel erg op. En ik vond deze heel erg mooi bij haar staan. Dus ik dacht, die wil ik ook. Deze heb ik in een maatje S uitgekozen. En het is dus een hele lange, beetje taupe paarsachtig gekleurde jurk. Op camera zie je de kleur helaas niet heel goed. Ik hoop dat je het bij de aanbeelden zo meteen wat beter ziet. Maar het is dus een hele lange gedrapeerde jurk. Aan de achterkant heeft hij zo'n hele lange naad nog door het midden lopen. Waardoor je figuur, als het goed is, echt heel erg mooi uitkomt. Ik vond het echt heel erg leuk met hakjes eronder voor op vakantie, voor uit eten of voor in Nederland uit eten alleen. Ik weet niet, op vakantie durf ik me altijd iets meer extra te kleden dan in Nederland of zo. Dus ik vond deze jurk daarvoor wel echt heel erg leuk. En ze hadden ook nog allemaal andere kleurtjes. Maar zoals ik zei, had ik hem dus bij die Luna gezien van Love Island. En zij had deze kleur aan. En die vond ik echt heel erg mooi. Nogmaals, ik weet niet of zij hem echt van Shein had hoor. Maar hij lijkt er gewoon heel erg op. Dus dat is deze jurk in een S. Dan een bikini die ik al eventjes gepast heb. Omdat ik hier heel erg excited over was. Maar deze bikini is echt veel en veel te klein. Zo, ik heb hem in een maatje M. Dus ja, dat is wel een beetje apart. Het is sowieso, de maat van deze bikini is sowieso heel raar. Want ik ga nu het broekje laten zien. En die is echt heel erg groot. Ik weet ook niet of ik van deze bikini aanbeelden ga doen. Want dat topje, dat kan echt niet. Maar kijk, dit broekje is echt mega huge. Ik vind het wel echt een heel erg leuk printje. Maar ja, het broekje is gewoon echt, ik zou dit broekje echt een L geven. En normaal heb ik van broekjes een S. Dus dat past echt niet. En dan is dit het topje. Kijk even hoe klein. Dit is net, nou, dit is nog kleiner dan dat mijn hand is. Dit kan echt niet. En dan is dat broekje zo groot. Die maten van deze bikini kloppen echt niet. Dus ik had nog gekeken op het labeltje van, misschien hebben ze een verkeerde maat erin gedaan of zo. Maar het is echt allebei een M. Maar ja, dit pas ik gewoon echt niet. Dit kan echt niet. Ik had het aan toen Dagmar een keer hier waren. En die zeiden ook echt, nee, dit kan echt niet. Terwijl ik het echt heel erg jammer vind. Want ik vind het zo'n leuke bikini. Maar nee, helaas. Helaas is het en veel te groot en veel te klein. Het past allebei niet. Het was natuurlijk, stel het topje had gepast, had ik het nog met een witte broekje kunnen doen. Maar het past allebei niet. Dus een beetje jammer. Maar wel een hele leuke bikini. Maar daarvan komen dus geen aanbeelden. Want dat
kan echt niet op YouTube als ik dat aan heb. Dan heb ik nog dit topje. Ik vond deze er op de website echt super mooi uitzien. Ik ben heel erg benieuwd hoe die in het echt is. De kwaliteit voelt best wel goed aan. Maar het is dus zo'n wikkeltopje. Aan de voorkant moet je dan een knoop maken. En dan is die wat korter. Hij heeft wel lange mouwen. Een beetje een beige kleurtje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dan heb ik dit topje eventjes over mijn bikini heen aangetrokken. Maar die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Je moet hier wel echt kijken wat voor BH je hieronder doet. Want hij is best wel laag uitgesneden. Ik denk dat ik het zelf met boobtape zou dragen. En dan dat topje nog wat strakker trekken. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk voor bijvoorbeeld als je uit eten gaat. Of gewoon voor in Nederland, niet per se voor vakantie. Maar heel erg leuk topje vind ik dit. Voor op een mooie spijkerbroek of een mooie pantalon. Dan gaan we door met een bikini die ook weer heel erg veel kleurtje heeft. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Deze heb ik ook weer in een maatje M. Dit is het broekje. Het broekje ziet er wel echt... Het broekje ziet er wel echt best wel groot uit. Vooral aan de achterkant ziet hij er best wel groot uit. Maar ook deze kleurtjes vind ik ook weer echt... Heel erg leuk. Die combinatie met dat paars en dat rood en oranje. Ik weet niet, ik krijg hier gewoon echt helemaal zomer vibes van. Ik vind het echt een heel erg leuk kleurtje. Ook dit broekje vind ik weer heel erg mooi met die bandjes zo aan de zijkant. Dat het gewoon wat chiller is om ook mee te zonnen en zo. Dat je daar gewoon wat mooier bruin van wordt. En hierbij zit ook weer gewoon een triangeltopje. Maar die kan je natuurlijk ook weer op meerdere manieren dragen. Dat is deze. Deze ziet er wel goed uit. Ik denk dat ik deze wel moet passen. Ik haal die cups er ook weer eventjes uit. Ik denk dat ik deze bikini wel moet passen. Dat is deze. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Heel erg leuk die kleurtjes. Ik kan nu al niet wachten om het te dragen. En hierbij zit ook weer zo'n sarong. Deze is wel echt heel erg groot. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat is deze. Die kan je dus ook om je middel dragen. Heel erg leuk met al die kleurtjes. Maar dit kan je bijvoorbeeld ook, als je hem zo opwikkelt, kan je hem ook als top dragen. Dat is ook wel heel erg leuk. Of sommige mensen doen ook wel eens zo. Dan om je middel. Oh, hier is die denk ik net te klein voor. Dan kan je hem zo vastmaken. En dan kan je hem dus zo over je borsten heen. Maar daar is deze net iets te klein voor helaas. Maar dat is wel leuk om ook met sjaaltjes te doen. Maar goed, ander verhaal. En dat is in ieder geval deze rok met deze bikini. Dan deze bikini. En ik vind het kleurtje echt zo leuk. Ik krijg er echt een beetje van die Curaçao vibes van of zo met al die kleurtjes. Topje is dus gewoon een triangeltopje. Ook hier heb ik weer de cups eruit gehad. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi zitten. Hij sluit gewoon mooi aan. Alles past er gewoon goed in. En dit is het rokje die hierbij zit. Die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Gewoon voor op het strand om even snel eroverheen te gooien. En dit is het broekje. Het broekje zit wel best wel groot aan de voorkant of zo. Ik denk, je hebt best wel veel stof. En aan de achterkant ook. De achterkant ga ik even niet laten zien. Maar ik vind met het rokje eroverheen wel heel erg leuk. Misschien dat ik het topje eerder met een wit broekje zou combineren. Omdat ik het broekje van deze gewoon ietsjes minder mooi vind. Maar zou ik het wel weer combineren met dit sjaaltje eroverheen. Dat je toch nog een setje hebt. Dus deze vind ik ook heel erg leuk. Dan heb ik hier nog een topje. En deze is ook van Zoe. En even kijken. Dat is in een maatje S. En dat is dit schattige bloementopje. Oh, deze vind ik schattig. Heel erg leuk. Dat is dit topje. Je kan die dus zeg maar recht, maar je kan hem ook off the shoulder dragen. En hij is helemaal wit met allemaal schattige roze bloemetjes erop. En het is een beetje een soort van crop topje. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Maar die is dus voor Zoe. Die heeft zij uitgekozen. Dan een bikini die ik me heel eerlijk gezegd niet kan herinneren. Dus we gaan het zien. Ik heb deze in een maatje M ook weer. Het is wel een blauwe bikini, dus grote kans dat ik hem wel gewoon heb uitgekozen. Oeh, dit is ook wel weer een klein broekje. Of nou, de bandjes zijn groot. Oh, hoe ga ik het goed laten zien? Zeg maar, de breedte is wel groot. Alleen het lapje stof wat er hangt, is niet heel erg veel. Het is wel echt een heel erg leuk kleurtje. Het is een beetje dat swirl effect, maar dan met blauw en met wit. En er zit ook weer een triangeltopje bij. Ook heel erg leuk. Leuk blauw kleurtje. Ik vind het wel echt een hele mooie bikini. Alleen ik kan het oprecht niet herinneren dat ik deze heb uitgekozen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ook hierbij hoort weer zo'n rokje. Oh, wat grappig. Dit rokje... Hè? Hoe zit het nou dan? Oh, zo. Dit rokje hoor je gewoon zeg maar zo aan te doen. Echt als een rokje. En heb je hier nog van die touwtjes dat je het kan aantrekken. Oh, heel leuk. Het is ook wel weer leuk een keertje wat anders dan zo'n sarong. Althans, dit lijkt er wel op. Maar kijk... Dit kan je dan aan de zijkant zo helemaal aantrekken. Zodat je dan een beetje nog omhoog zit. Heel erg leuk vind ik dit. Ook weer
lekker dun stofje voor de zomer. Deze bikini voelt ook weer goed aan qua stof. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat is die. Dan een setje die ik me eigenlijk niet zo goed kon herinneren. Maar die ik eigenlijk wel echt heel erg leuk vind. Ofzo. Ik vind dit rokje heel erg mooi zitten. Dat je hem hier nog helemaal kan optrekken. En dat hij dan zo schuin valt vind ik echt heel erg mooi. Topje die zit echt perfect. Ik vind triangeltopjes bij mijn lichaam gewoon het mooiste denk ik. Dus ik vind dit topje ook echt heel erg mooi zitten. Broekje zit ook goed en mooi. Ja, ik ben helemaal blij met deze bikini. Heel leuk. Ik heb hier nog een topje. En ik denk dat dit het topje voor Dagmar is. Ik dacht dat ze die er niet bij hadden gedaan. Maar hij zit er toch nog in. Even kijken. Dat is dit topje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Het is gewoon een hemdje. Maar dan heeft hij dus twee van die bandjes. Ik kan het niet heel goed laten zien. Maar dat is dus deze. Die is voor Dagmar. Heel leuk. En dan als laatste van de video een bikini nog. Ik zei al dat ik echt super veel bikinis heb uitgekozen. Maar deze vind ik ook weer heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje M. Dat is allereerst dit broekje. Ik vind dit printje ook echt heel erg leuk. Echt zo'n lekker zomers printje. Ik vind die combinatie van groen met oranje ook echt heel erg leuk. En dit is weer zo'n broekje waarvan ik zei dat ik dat heel erg mooi vind. Dat die zo dicht bij elkaar of uit elkaar kan. Dus dat is dit broekje. Die ziet er op zich wel goed uit qua maat. Ik denk dat ik die wel moet passen. En daarbij heb je ook weer zo'n topje als bij die bikini die Zoe net had volgens mij. Dit is het topje. Deze ziet er ook wel weer een beetje klein uit. Maar ik denk dat het op zich wel moet passen. Want als je die cup eruit haalt, dat scheelt ook altijd best wel een groot stuk. Heel erg leuk vind ik deze ook. Mooi topje. Ik kan nu niet heel goed laten zien hoe die in elkaar zit. Maar dat zullen jullie zo meteen op de aanbeelden zien. Hij hoort in ieder geval met die driehoekjes zo naar binnen. Heel erg leuk vind ik deze bikini ook. Dus dat was die. Dan deze bikini. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt weet hoe dit topje hoort. Ik denk namelijk niet dat hij zo hoort. Want ik vind hem niet heel mooi zitten hier. Maar goed, ik moet nog eventjes uitzoeken hoe dit dus wel zit. Ik vind het wel in ieder geval echt een heel erg leuk, lekker zomers printje. Ik vind het broekje ook mooi zitten. Dus met deze bikini ben ik ook heel erg blij. Ik vind het leuk dat je dit zo kan aantrekken. En dat je hem hier ook nog van die touwtjes hebt. Dit waren dan weer alle items die ik van Shein heb mogen ontvangen. Ik ben echt super benieuwd of de items passen. Jullie hebben dat net tussendoor al kunnen zien. Of het leuk staat en of het past, ja of nee. Ik ga dat zo meteen pas zien. Maar voordat we de video gaan afsluiten, heb ik voor jullie nog een hele leuke kortingscode. Want met de code FLEURQ3 krijg je 15% korting op je aankoop bij Shein. Shein is al redelijk goedkoop. Dus als er ook nog eens 15% afgaat, is dat best wel veel. Ik heb alles in de beschrijving gelinkt. Dus ben je nou benieuwd naar een item? Kijk eventjes in de beschrijving. Want daar staan alle linkjes hoe je deze items kunt vinden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou een leuke video? Een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!